Goedenavond iedereen en welkom bij dit webinar over werken aan de ring. We gaan vandaag het hebben over de toekomst van de ring in de regio Vilvoorde. We doen vanuit de Vlaamse overheid, meer bepaald de werkvernootschap en het departement omgeving, een hele week webinars rond de toekomst van de ring in de verschillende deelzones. 8 maar liefst, gespreid over de 4 dagen van deze week. We zijn vandaag in Vilvoorde beland. Ik leg graag even uit wat we vandaag allemaal gaan bespreken. We gaan het hebben over werken aan de ring, algemeen. Misschien kent u dat al, misschien ook niet. Ik geef daar graag nog een beetje toelichting bij. Ik zeg ook welke deelzones er zijn, welke u nog kan herbekijken of alsnog bekijken straks of morgen. Wat onze visie is voor werken aan de ring en de Vlaamse Rand en het Brusselse projectgebied. Wat de uitdagingen zijn, welke alternatieven er nog op tafel liggen en wat er met de inspraak is gebeurd die we eigenlijk de voorbije jaren eigenlijk hebben verzameld. Misschien belangrijk om te zeggen, als u vragen heeft, die mag u meteen stellen in de chat liever. Daar bleef even niet zitten. Die mag u stellen in de chatfunctie en we hebben een heel regio van experts klaarstaan die daarop kan antwoorden. Alle webinars worden ook opgenomen en ze komen daarna ook online, zowel op onze expo.werkenaandering.be pagina, die blijft nog een aantal dagen online, die expo, maar natuurlijk ook op werkenaandering.be, onze gewone website. Ik ga even drinken. Dat zijn onze deelzones. We zijn vandaag dus beland in deelzone 5 en 6 en dat is Vilvoorde. We gaan straks ook nog naar Machelen en morgen gaan we ook nog naar Krainem, Zaventem en Sint-Stevens-Woluwe. De andere webinars die zijn dus al geweest en die kan u dus herbekijken op onze website. Voilà, dat is Werken aan de Ring in een kaartje gegoten. Om maar te zeggen, Werken aan de Ring is veel meer dan enkel de herinrichting van de ring zelf. Het gaat namelijk ook over fietsnelwegen, over openbaar vervoerverbindingen en over hoppingpunten. We investeren ongeveer 1 miljard euro in alternatieven voor de wagen. Dat wil zeggen zo'n 600 miljoen euro in de openbaar vervoerlijnen van het Brabantnet, zo'n 300 miljoen euro in de fietsinfrastructuur, in meer dan 115 kilometer nieuwe fietsnelwegen en fietspaden. En nog een kleine 100 miljoen in de hoppingpunten. Voilà, we kunnen dat natuurlijk niet alleen. Werken aan de ring is een onderdeel van wat we noemen werken aan de regio. Waarbij we zien dat we eigenlijk vanuit Vlaanderen heel hard werken aan dat gebiedsprogramma. Dus het programma Werken aan de ring. We doen dat samen met het Brusselse hoofdstedelijk gewest. Met het Good Move programma van het Brusselse gewest. Maar natuurlijk ook met de vervoerregio's zoals we die kennen in Vlaanderen. En natuurlijk met alle lokalere besturen. De provincies, maar ook de gemeente. Denk maar aan bijvoorbeeld het fietsgen, waar we heel nauw samenwerken met de gemeente om die ambitieuze modal split, wat ook in het regeerakkoord staat, om minder verplaatsingen te hebben met de auto en meer duurzame verplaatsingen te hebben. Daaraan werken we met de lokale overheden. Of we werken natuurlijk ook aan zaken zoals bijvoorbeeld bosuitbreiding, open waterlopen, dat soort zaken met het Agentschap Natuur en Bos, de Vlaamse Landmaatschappij en de Vlaamse Milieumaatschappij. De tijdslijn van ons proces, we zijn gestart vanuit de werkvernootschap en het departement omgeving in mei 2018 met de startnota voor werken aan de ring. En dan was er eigenlijk nog maar één alternatief, dat was het parallele alternatief waarbij we het verkeer van de ring wouden scheiden tussen doorgaande en parallel rijbanen. Om eigenlijk zo het grote probleem van de ring, namelijk de op- en afritten die te kort op elkaar liggen, om dat te gaan remediëren. We hebben dan op basis van heel wat inspraak van allerlei actoren, zowel burgers, organisaties als andere overheden, de vraag gekregen, ja, waarom onderzoeken jullie niet meer alternatieven? Eens kijken of je die problematiek van die op- en afritten niet kan oplossen op een andere manier. En dat hebben we dan ook gedaan. En daar zijn dan eigenlijk 7 alternatieven uitgekomen in een eerste iteratie van het onderzoek. Dat was eigenlijk die eerste loop, die eerste iteratie. Daarna zijn we eigenlijk op basis van al dat onderzoek en die inspraak een aantal van die alternatieven gaan schrappen. Tot er eigenlijk nog 3 alternatieven in die tweede loop of tweede iteratie overbleven. En eigenlijk is het de bedoeling dat we dit voorjaar een combinatie van alternatief en varianten voorbrengen. Zodat we een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan kunnen realiseren om het project ook effectief te gaan verder uitwerken. Voilà, u ziet hier, wat zit er nog in de scope van die tweede iteratie of die tweede loop? Dat zijn onze 4 plandoelstellingen. Die zijn dezelfde gebleven.
En die zijn ook altijd al hetzelfde geweest. Dat zijn er vier. Die zijn alle vier ook even belangrijk. U kent ze wellicht, want ze zijn al sinds 2018 hetzelfde. Het is enerzijds de vlottere en veiligere ring realiseren. Anderzijds willen we ook de multimodale bereikbaarheid in de regio gaan realiseren. We willen ook de landschappelijke inpassing van de ring verbeteren. En natuurlijk de leefbaarheid voor de omwonenden willen we ook verbeteren, zowel voor mens als dier. We doen dat eigenlijk door verschillende netwerken te gaan identificeren, die we eigenlijk zowel voor infrastructuur als voor bijvoorbeeld de natuur willen garanderen in eender welk alternatief. En dat zijn netwerken voor fiets, voor auto, voor openbaar vervoer, voor voetgangers enzovoort. Maar ook bijvoorbeeld netwerken voor groenverbindingen of waterlopen, rivieren en dat soort zaken die misschien vandaag ingekokerd zitten, die we terug vrije loop kunnen geven. Naast die drie alternatieven zijn er ook nog een heleboel varianten. Die varianten zijn bijvoorbeeld, wat is de snelheid waarop dat we de ring ontwerpen? Is dat 70 km per uur, 90 km per uur, 100 km per uur? Die varianten moet je eigenlijk zien als een mogelijkheid, of een reeks aan mogelijkheden die je op elk alternatief kan gaan toepassen. En dan onderzoeken we ook nog ontwikkelingsscenario's. Wat als we inderdaad binnen 10 jaar een veel duurzamere mix hebben van onze verplaatsingen? Wat doen we dan nog met ons project? Is het dan wel nuttig dat we het uitvoeren, dat is inderdaad zo, maar dat wordt allemaal ook heel goed onderzocht. En dat krijgt dan een update in een volgende officieel document en dat is de scoping nota. Welke alternatieven liggen er dan nog op tafel? Wel, we kijken eerst naar de bestaande toestand en we zien dat die op- en afritten van de ring, dat die te kort op elkaar liggen. Dat zorgt voor heel veel weefbewegingen, auto's die van rijstrook moeten wisselen, die met elkaar in conflict komen en dat zorgt voor ongevallen of hinderincidenten en voor alle structurele files tot gevolg. Om u een idee te geven, er zijn een duizendtal, dus zo'n drie per dag, hinderincidenten of accidenten op de ring, wat eigenlijk zorgt voor dagelijkse files en opstroppingen. Vanaf er iets gebeurt met de ring die al zo vol zit, dan ja, is het natuurlijk de bekende files die iedereen wel kent uit de fileberichten op de radio en dergelijke. Hoe kunnen we dat oplossen, dat probleem van die op- en afritten die heel kort op elkaar liggen? Dat is, en misschien kan Barbara een beetje inzoomen, een eerste oplossing wat we eigenlijk noemen de light oplossing, waarbij we gaan naar het blijven gebundeld houden van het verkeer. Dus daar gaan we niet het lokaal en het plaatselijk verkeer scheiden. Al het verkeer blijft op dezelfde ring. Maar we gaan een aantal op- en afritten schrappen of combineren, waardoor de afstanden, de tussenafstanden groter worden. De tweede oplossingsrichting is het parallelrijbaan oplossing, waarbij we eigenlijk een parallelle ring aanleggen vlak naast de bestaande ring, om daar eigenlijk al het parallelverkeer, het lokaal verkeer op te gaan zetten, om dan het doorgaand verkeer een vrije baan te geven op de doorgaande ring. Dat is een systeem dat we bijvoorbeeld kennen van de A2 in Eindhoven. En dan is er nog de laterale weg, waarbij we een beetje ook het verkeer willen scheiden, maar langs één kant van de ring en niet met een autosnelweginfrastructuur, maar met een laterale weg. En dat is eigenlijk een soort van stadsboulevard, zoals we dat bijvoorbeeld kennen van de Singel in Antwerpen. Maar we hebben eigenlijk uit het onderzoek gezien dat die zowel mobiliteitstechnisch als naar ruimtelijke inpassing het niet haalt van de andere twee alternatieven. En die laterale werd dus al weggeschreven. Wat hebben we wel gedaan is een combinatiealternatief gemaakt, waarbij we eigenlijk zijn gaan kijken in welke regio past nu het eerst welk alternatief het beste. En zo zijn we eigenlijk gekomen op het eerste alternatief, dus het alternatief met het gebundelde verkeer dat u links ziet staan in de regio van Wemmel. En het alternatief met de parallelrijbanen in de zone van Zaventem. Zo zijn we dus eigenlijk nog drie alternatieven over. Het is te zeggen alternatief 1, alternatief 2 en dan een combinatie van eerste twee. Dus een derde combinatiealternatief. De bedoeling is dus om daar ook nog eens die varianten te gaan op toepassen. Dus zoals ik al gezegd heb, de snelheid bijvoorbeeld, maar ook het aantal rijstroken of het gebruik van die rijstroken, maar ook hoe zien bijvoorbeeld de aansluitingscomplexen en de verkeerswisselaars eruit. En wat is het lengteprofiel? Het lengteprofiel wil zeggen, als je van opzij, van op de haakse kant kijkt naar de ring, hoe hoog ligt die dan? Veel mensen kennen bijvoorbeeld de befaamde helling in Wemmel en Jette, waar je eigenlijk heel veel ziet dat de vrachtwagens bijvoorbeeld moeite hebben met die vlot op te rijden als er file is. Dat soort zaken kunnen we ook gaan aanpassen als we de ring gaan herinrichten. En dat is ook iets dat we onafhankelijk van welk alternatief we kiezen, kunnen gaan aanpassen. Dus het voorgedragen combinatie van alternatief en varianten zal eigenlijk één alternatief zijn met daarop de keuzes die we maken voor die verschillende varianten.
Goedenavond iedereen. Ik zal jullie eventjes meenemen. Dus in de zone, deelzone 5 en 6 deze avond. En heel specifiek de context nog eens schetsen. Daarna de verschillende uitdagingen en kansen tonen met onze visie. En hierna afronden met eigenlijk de verschillende inspraken die we vorig jaar hebben ontvangen en hoe we hiermee zijn omgegaan. Specifiek dus voor de deelzone Vilvoorde en Boeddha. Op deze luchtfoto kunnen jullie eigenlijk zien hoe dat de R0 is in context is gesitueerd. En heel specifiek voor de deelzone Vilvoorde hebben we de R0 die zich eigenlijk bevindt tussen de drie woonkernen van Grimbergen, Strombeek en Koningsloo. En heel belangrijk zijn ook de op- en afritten van Grimbergen en de op- en afrit van Vilvoorde-Koningsloo, waar dat we bij beide inzetten op het compacter maken van de op- en afritten en ook het verbeteren van de onderdoorgang. Dan specifiek voor deelzone 6, dit is de deelzone Boeddha. Deze deelzone is eigenlijk gelegen tussen de drie kernen, de kern van Vilvoorde, Machelen en Haren. En die wordt doorkruist door het zeekanaal, de Willebroekse Vaart en de Zenne. Heel specifiek aan deze deelzone natuurlijk is dat het viaduct van Vilvoorde bovenop de deelzone Boeddha zich bevindt. En de zone Boeddha is eigenlijk een heel belangrijke industriële zone die zich aan de rand van Brussel bevindt en strategisch gelegen tussen Brussel en de luchthaven. En belangrijk ook om mee te geven is natuurlijk het domein van Driefonteinen die zich aan de linkeroever bevindt. Hierna neem ik jullie eventjes mee naar de verschillende uitdagingen en kansen die we hebben gedetecteerd voor beide deelzones. Ik zoom eerst even in op de deelzone Vilvoorde, waarbij dat we hebben gezien dat een uitdaging wordt gevormd in de leefbaarheid verbeteren ter hoogte van de Landhuizenlaan, omdat hier de infrastructuur zich heel dicht ten opzichte van de bebouwde omgeving bevindt. We zien ook een uitdaging ter hoogte van de inkokering van de Tangebeek. Deze zone is heel gekend als overstromingsgevoelig gebied. Maar er zijn niet alleen uitdagingen, maar ook een heleboel kansen in deze deelzone terug te vinden. Bijvoorbeeld het verbeteren van de leefbaarheid ter hoogte van de Sint-Annalaan en de Grimbergse Steenweg. We zien ook een erg grote kans ter hoogte van Tangebeek Bos en Hoogveld. Deze is namelijk geselecteerd als een van de vier groenpolen waar we op inzetten binnen Werken aan de Ring. Een volgende kans is ook gesitueerd ter hoogte van de Medialaan. Dit is een project die op korte termijn zal worden gerealiseerd. En hier zien jullie eigenlijk een visualisatie van het project waarvan dat de werken reeds zijn gestart. En dan nog een laatste kans die we hebben geïllustreerd is ter hoogte van de Albert 1-laan, waarbij dat de onderdoorgang ook erg belangrijk is. Want hieronder gaat namelijk de ringtrambus, een project van Brabant Net, onderdoor. En dus moet er worden ingezet op de beleving. De kansen en uitdagingen voor de deelzone van Boeddha bevinden zich voornamelijk op vlak van uitdagingen in zaken het verbeteren van eigenlijk het fijnmazig groenblauw netwerk en de fietsverbindingen, voornamelijk oost-west georiënteerd. Er is ook een heel groot gebrek aan kwalitatieve publieke ruimte in Boeddha, wat heel sterk verhard is momenteel. We hebben diverse kansen gedetecteerd. Bijvoorbeeld de aanwezigheid van het domein Driefonteinen. En verder ook in zaken het fietsnetwerk. Maakt eigenlijk de FR0 deel uit van het uitbouwen van de fietsnelweg langs geen spoorweg. En wordt ook de fietsbrug boven het kanaal is als project eigenlijk opgenomen. En normaal gezien zal het project worden gerealiseerd eind dit jaar. De werken hebben wat vertragingen opgenomen. Hierna neem ik jullie mee naar onze visie in zaken de twee deelzones.
Op dit kaartje zien jullie eigenlijk de nummertjes duiden de verschillende zaken aan die wij willen meenemen in onze visie. En wij hebben telkens de verschillende puntjes dus geconnecteerd met onze plandoelstellingen. Deze heeft Marijn reeds kort geduid bij de introductie. Ik zal eventjes starten met nummertje 1. Dit is eigenlijk het hoogte van de medialaan, dus het project op korte termijn. Die wordt gerealiseerd op korte termijn. En hier willen we een ecologische verbinding creëren samen met eigenlijk een vliegende voetgangers- en fietsverbinding. Die zal inzetten op een veilige en conflictvrije onderdoorgang onder de R0. Het tweede puntje is dus deze ecologische en recreatieve verbinding die de verbinding maakt tussen Tangenbeekbos en Hoogveld. En zoals dat ik daar juist reeds had gezegd, dat is onderdeel van een van de 4 groenpolen die we willen creëren. Het derde puntje is het openleggen van de Tangenbeek. En dit maakt eigenlijk deel uit van het versterken van het groenblauw netwerk binnen Werken aan de Ring. Daar ga ik straks ook verder op ingaan. En dan bij het nummertje 4 willen we eigenlijk duiden op het verbeteren en het kwalitatief uitbouwen van de onderdoorgangen ter hoogte van de Grimbergse Steenweg en de Sint-Annelaan. Verder hebben we ook nog het tracé van het ringfietspad, die volop in onderzoek is momenteel. En willen we ook het alternatief ringtramtracé niet hypothekeren. Voor de zone van Boeddha in zaken visie, heel belangrijk is de versterking van het groenblauw netwerk. En dus de link maken tussen het noordelijke deel, dus het deel die ten boven de R0 ligt, en het zuidelijk deel. Ook een belangrijk aandachtspunt is het groen netwerk uitbouwen, eigenlijk gelegen langs de FR0, dus langs de nieuwe fietsnelweg, langs geen het treinspoornetwerk. Nummertje 9 is een mogelijk tracé van een nieuw ringfietspad, maar dit is nog volop in onderzoek. En we willen ook nog eventjes duiden op de Boeddha Steenweg, die als leefbaarheidsas is aangeduid, en de ecologische connectiviteit die langs geen de Woluwelaan verder zal worden uitgebouwd. Welke alternatieven en varianten spelen nu, heel specifiek in deze zone? Wat typerend is voor hier, is dat de zone Vilvoorde eigenlijk gelegen is tussen enerzijds de verkeerswisselaar van de A12 en anderzijds het viaduct van Vilvoorde. Hierdoor, deze vormen eigenlijk randvoorwaarden en hierdoor hebben we eigenlijk maar één alternatief. En dit is het alternatief van het gebundeld verkeer. Dus dit is zichtbaar hier op het schematje. En we hebben ook het concept eigenlijk van het profiel op deze isometrie geduid. En waarbij dat jullie zien dat er dus 2 keer 4 rijstroken zich afspelen in deze zone. Heel eventjes over de inspraak en hoe dat we hier zijn mee omgegaan. Als ik jullie eventjes terug meeneem naar wat dat er reeds is gebeurd. Dus in juni 2018 lag de start- en procesnota op tafel en daarna hebben we een publieke raadpleging gehad. Hierna hebben we eigenlijk alle feedback verwerkt en dit vertaald naar de alternatieven en varianten. Om dan in juni 2019 dit in een scopingnota en procesnota te gieten en vervolgens over te gaan naar loop 1. Vorig jaar in mei hebben we dit vervolgens in de tweede versie van de scopingnota en procesnota gegoten en terug een moment van publieke raadpleging gehad. Waarschijnlijk waren veel van jullie hierbij. We hebben hier heel veel inspraak ontvangen vanuit de publieke raadpleging. En we hebben toen beslist om eigenlijk deze inspraak te bundelen in 3 sporen. Het eerste spoor zijn correcties en eigenlijk voornamelijk het aanvullen van de documenten. Het tweede spoor was de verduidelijking van de argumentatie en het aanvullen van de scope en de gemotiveerde beantwoording. En het derde spoor was heel specifiek diverse onderzoeksvragen die we hebben gedetecteerd.
En deze hebben eigenlijk geleid tot extra varianten, extra ontwikkelingsscenario's en eventuele optimalisatiemogelijkheden. Dit maakt allemaal deel uit van loop 2, waarbij dat we dus in december 2021 de derde scopingnota versie 3 op tafel hebben gelegd. En waarbij dat we nu dus, april 2022, het resultaat hiervan met jullie delen. En dit doen we aan de hand van onze digitale expo. Dit is onze woordenwolk, waarbij dat we eigenlijk de voornaamste thema's die vanuit de inspraak zijn gekomen, nog eens een mooie verbeelding hebben gegeven. Om te duiden dat we echt wel rekening hebben gehouden met alle inspraken. En vervolgens hebben we ook de inspraken volgens deelzone gebundeld. En hier zien jullie eigenlijk een grafische neerslag van. Met dus enerzijds het spoor 1, de correcties en de aanvulling van de documenten. Die na kunnen worden gelezen in scoping nota versie 3. En dit staat ook op de website Werken aan de Ring. Vervolgens verduidelijking van de argumentatie. Heel specifiek voor deze twee deelzones was dat de status van de versterking van het groen-blauw netwerk rond de Tangenbeek. Hoe zit het nu met de geluidswering ter hoogte van Koningslo? Er waren ook heel wat bezorgdheden over de leefbaarheid rond de viaduct van Vilvoorde en de maximale optimalisatie van de natuurverbindingen aan de linkeroever van het kanaal. In zaken de onderzoeksvragen ging het hier heel specifiek over de verdere afstemming van het tracé van het ringfietspad. Dus specifiek in deze twee deelzones hebben we wel geen nieuwe bijkomende optimalisaties of varianten vanuit de inspraak. Dus ik ga jullie eventjes meenemen nu naar hoe dat wij zijn omgaan, heel concreet met de inspraak vanuit jullie van vorig jaar, aan de hand van verschillende grafische illustraties. Maar hierbij hebben we nog eens textueel ook de huidige inzichten gebundeld. Bijvoorbeeld dat de op- en afritten van de Grimbergen en Vilvoorde Koningslo compacter worden vormgegeven. De op- en afrit van de afrit Machelen-Woluwedaan is geschrapt en opgenomen in de verkeerswisselaar R0119, wat in de volgende webinar aan bod komt. In zaken de renovatie van het viaduct ga ik er zo dadelijk verder op in, maar op termijn wordt dus de pechstrook omgebouwd tot een vierde rijstrook. We hebben potenties voor een kwalitatieve onderdoorgang van de Grimbergsysteemweg en de Sint-Annelaan. En verder hebben we nog het aanleggen van de fietsverbindingen, namelijk de FR0 en het ringfietspad, en ook ruimte geven aan dwarse ecologische verbindingen. Dus hier zoom ik eventjes in op het viaduct van Vilvoorde. De voorbereidende werken zijn ondertussen gestart, dat hebben jullie waarschijnlijk al gemerkt. En waarom moet het viaduct van Vilvoorde nu worden gerenoveerd? Dit komt eigenlijk omdat het beton is aangetast en het staal is vermoeid. En dus bij deze renovatie wordt er dus nieuw asfalt voorzien, nieuwe verlichting en de vangrails worden voorzien. En uiteindelijk op termijn binnenwerken aan de ring zal dus, zoals hier getoond op deze snede, de pechstrook die zich in de bestaande toestand hier bevindt, worden omgebouwd naar een vierde rijstrook. Dus dat zal dan voor het einde van de werken zijn. Ook een korte duiding in zaken het project op korte termijn, namelijk de fietsnaalweg, de FR0. We hebben hier een visualisatie voor jullie opgemaakt, die eigenlijk de kruising toont van de FR0 met de Boeddha-Steenweg. Waarbij dat de FR0 zich dus eigenlijk op de hoogte van spoorweg bevindt. En ook belangrijk om te weten, zoals er iets aangegeven, is dat er een belangrijke ook ecologische verbinding zich bevindt naast de fietsinfrastructuur. Een volgend puntje zijn dus het verbeteren van de kwaliteit van de leefbaarheidsassen. En dit doen we dus maximaal ter hoogte van de Grimbergse Steenweg en de Sint-Annelaan. Dus de Grimbergse Steenweg wordt eigenlijk bovenaan geïllustreerd. Deze foto toont de bestaande toestand.
En de foto ernaast toont eigenlijk een mogelijke toekomstvisie van de onderdoorgang van de Grimbergse Steenweg, met dus een aangename ruimte voor zowel de fietsers als de voetgangers. De volgende onderdoorgang is dus ter hoogte van de Sint-Annelaan, met dus hier de foto van de bestaande toestand en daarnaast terug een mogelijke toekomstvisie, waarbij jullie dus ook kunnen zien dat het dus een stukje aangenamer wordt voor de fietser. We hebben ook de vraag gekregen om onze argumentatie in zaken het groenblauw netwerk verder te verduidelijken. En dit is heel belangrijk. Ik ga jullie daar nog eventjes in meenemen in het verhaal van onze ecologische connectiviteitskaart. Links zie je eigenlijk de bestaande toestand en de rode cirkels illustreren eigenlijk de plekken waar er vandaag de dag de ecologische connectiviteit ontbreekt. En dit is zowel voor de langse als voor de dwarse verbindingen. En hiernaast zie je eigenlijk de gewenste situatie en waarbij dat dus zowel de langse als de dwarse ecologische verbindingen mooi op elkaar aansluiten en zo een netwerk vormen. We gaan inzoomen op deze drie puntjes, dus nummertje 3, 4 en 5. Dus ik zal eerst starten met de Tangenbeek. Dus vandaag de dag zit eigenlijk de Tangenbeek volledig ingekokerd. En deze zone is ook gekend als een zone waar dat er regelmatig overstromingen zijn. Dus binnen Werken aan de Ring gaan wij de Tangenbeek openleggen en wordt het eigenlijk een volwaardige ecologische onderdoorgang onder de RNO door. En daarnaast wordt eigenlijk ook het op- en afrittencomplex van Grimbergen compacter gemaakt, waardoor er ook meer ruimte kan worden gecreëerd voor waterbuffering en infiltratie. En dit zie je eigenlijk ook op de visualisaties, dus bovenaan de bestaande toestand, met eronder dus een mogelijke toekomstvisie, met dus het water die eigenlijk deze waterbuffering visualiseert. De volgende twee plekken die waren aangeduid op de ecologische connectiviteitskaart. Dus dat was de eerste plaats is ter hoogte van onze Groenpool, waarbij we de verbinding maken tussen Hoogveld en Tangenbeekbos. En de tweede plek is dan ter hoogte van de Medianaam. Dus als ik eventjes inzoom op het dwarsprofiel, ter hoogte van de ecotunnel, zien jullie dus dat we echt die link willen maken tussen het groene gebied ten noorden van de R0 en het groene gebied ten zuiden. En we deze onderdoorgang ook verder uitbouwen als een volwaardige ecologische corridor, waar ook verschillende dieren die zich in deze natuurgebieden bevinden, eigenlijk zich kunnen verplaatsen van noord naar zuid of omgekeerd. En het volgende puntje is dan het project op korte termijn, ter hoogte van de Medialaan, waarbij we dus naast de fiets- en voetgangersverbinding, die zich eigenlijk hier bevinden, dus de vliegende verbinding, en die dus volledig veilig en conflictvrij zal worden uitgevoerd, bevindt zich hier eigenlijk ook een heel belangrijke ecologische verbinding. Wat dan weer deel uitmaakt van onze ecologisch netwerk. Vervolgens hebben we twee snedes op deze slide geplaatst om eigenlijk onze geluidsmaatregelen verder te verduidelijken. Dit was ook een vraag die was voortgekomen vanuit de inspraak. Onze eerste snede bevindt zich ter hoogte van de Landhuizenlaan en de tweede snede ter hoogte van de Papegaaistraat. Heel specifiek bijvoorbeeld de rode van de Landhuizenlaan. In deze zone komt de bebouwing zeer dicht bij de infrastructuur, waardoor dat de landschappelijke inpassing met een randvoorwaarde zit. Maar wij trachten altijd de infrastructuur landschappelijk in te passen. En jullie zien dat eigenlijk onderaan, waarbij we hier de geluidsmaatregelen aan de hand van een geluidsscherm hebben moeten voorzien. Maar dit lukt ons dus wel degelijk, ondanks de beperkte ruimtelijke mogelijkheden.
En dan de tweede snede aan de Papegaaistraat hebben we al meer ruimte voor handen. En waarbij dat we bijvoorbeeld ook onze geluidsmaatregelen verder hebben kunnen uitwerken door middel van een geluidsberm. En dit is hier geïllustreerd. En waarbij aan de buitenzijde van de R0 en waarbij we aan de binnenzijde van de R0 ook de geluidsmaatregelen aan de hand van een geluidsscherm voorzien. Ik ben eigenlijk door alle inspraken die zijn voortgekomen van vorige zomer. Specifiek voor de deelzone 5 en 6, die jullie hier nog eens zien. We gaan straks verder om 8 uur met eigenlijk de volgende deelzone. Dit is deelzone 7 en 8. En dan morgen ook een belangrijke webinar voor de geïnteresseerden. Gaat het specifiek over Zaventem om 6 uur en over Sint-Stevens-Woluwe en Krainem om 8 uur. Ja, dankjewel Barbara voor de uitleg. Dat was een korte presentatie. Dat komt natuurlijk ook omdat er in deze deelzone van de ring ten opzichte van de andere deelzones, en dat is nu inherent een beetje aan de regio en de deelzone, minder veranderd. We kregen de vragen van, verandert hier dan heel veel fundamenteel aan de op- en afroute? Ja, dat is niet echt het geval, omdat hier de tussenafstanden natuurlijk groter zijn dan bijvoorbeeld in de zone Zaventem en de zone Zwemmel, waar we wel echt grote conflicten zien. Dus vandaar dat deze toelichting ook iets korter duurt dan onze andere deelzones die we al gehad hebben. Maar we zien u graag terug om 8 uur voor de deelzone Machelen. En u kan uiteraard ook morgen nog aansluiten voor de andere twee, Zaventem en Sint-Stevens-Woluwe-Krainem. En natuurlijk kan u de andere webinars die al geweest zijn ook herbekijken. En alle informatie op de expo of op onze website staat er ook nog altijd. We laten het nog eventjes openstaan voor als u nog vragen moest hebben. Dus dan kan u nog die nog stellen in de chat en dan zijn onze collega's nog steeds bereid om daarop te antwoorden. Dan wil ik ook nog iedereen bedanken die op de vragen geantwoord heeft. En uiteraard Barbara voor de presentatie zelf. Voilà, dan graag tot de volgende keer.